Hallo iedereen, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Super Easy Dutch. Het kanaal waarop jij Nederlands kunt leren zoals het echt door Nederlanders gesproken wordt. Hey Tim. Hey. Hey, nu ik jou zie, heb jij wel eens meegemaakt dat je in een ander land was en niet wist hoe je iets moest vragen in de taal? Ja, dat is wel eens gebeurd, ja. En had je toen video's waar je op terug kon vallen? Oeh, nee, er waren toen nog geen Super Easy video's, nee. Wat nou als wij zo'n video maken? Dat lijkt me inderdaad wel een goed idee, ja. En trouwens, we willen binnenkort een vraag- en antwoordvideo maken. Dus als jullie vragen hebben, laat ze alsjeblieft weten in de opmerkingen. Ik zou zeggen, laten we nu beginnen met de video. Super. De weg vragen naar het station. Pardon meneer, zou ik u misschien heel snel iets mogen vragen? Ja, natuurlijk. Weet u waar het treinstation is? Ja, dat is best wel ver volgens mij. Daar kun je beter met de tram gaan. En waar vind ik een tramhalte? De tramhalte is hier rechtdoor geloof ik. En dan moet je naar links. En dan bij de rotonde moet je ook rechtdoor. En dan zie je het vanzelf. Oké, en weet u hoe lang het duurt om met de tram bij het station te komen? Ik denk zo'n 6 minuten. Dus als je geen haast hebt, dan moet dat wel lukken. Super, dankjewel. Tot ziens. Doei. De weg vragen op het station. Sorry meneer, weet u misschien waar ik een kaartje kan kopen? Ja, bij deze automaat hier. Ik laat je wel even zien. Oh, dankjewel. Heeft u een ticket alleen maar 1 keertje nodig of meerdere keren? Meerdere keren. Oké, dan heb je zo'n OV-chipkaart nodig. Een wat? Een OV-chipkaart. Die kunt u hier bij de automaat opladen en dan kun je altijd met het openbaar vervoer reizen. Oké. Ziet u toevallig de trein naar Maastricht? Ja, de trein naar Maastricht die gaat vanaf spoor 15. Hoe laat? Om 6:30. Maar er is 10 minuten vertraging, dus hij gaat om 6:50. Dus misschien kunt u nog even een kopje koffie drinken of zo. Oh ja, dankjewel. Ik wil naar het centrum. Weet u hoe ik het beste naar het centrum kan gaan? Het centrum, even kijken. Dan kunt u bus 18 pakken. Ja. Die gaat van halte C6 over een klein kwartiertje zo te zien. Oké, en waar zijn de bussen? Vanaf waar vertrekken ze? Vanuit hier rechts. Oké, mooi. Dank u wel. Reserveren bij een restaurant. Zo, even een tafeltje reserveren. 04, ja. 294, ja. Hallo, met Casa Italiana. Goedemiddag, met Jeroen. Wat kan ik voor doen? Ik wil graag een tafel reserveren voor vanavond. Is dat nog mogelijk? Ja, zeker. Voor wanneer? Om 6:00. Oké, en voor hoeveel personen? Voor 3 personen. Binnen of buiten? Buiten. Oeh, het gaat wel regenen vandaag. Is binnen ook oké? Ja hoor, geen probleem. Oké, nou mooi. Tot vanavond dan. Dank u wel. Tot vanavond. Bestellen in een restaurant. Hallo meneer, bij mij kan ik u helpen? Goedemiddag, heb je misschien een kaart voor mij? Ja, haal ik even voor u. Zo, kijk eens aan. Dankjewel. Robert? Ja, heeft u al een keuze gemaakt? Jazeker, zou ik een kopje thee mogen alsjeblieft? Ja, dat is goed, haal ik nu even voor u. Dank u. Kijk eens aan meneer. Dankjewel. Alles naar wens, meneer. Heeft het gesmaakt? Zeker, het was een erg lekker theetje. Kan ik voor nog iets voor je doen? De rekening, alsjeblieft. Haal ik voor je. Eerste rekening, meneer. Wilt u pinnen of contant betalen? Pinnen, alsjeblieft. Ja, ik heb de betaalautomaat erbij gepakt. Piep. Ja, dankjewel. Heeft u een bonnetje nodig? Nee, dankjewel. Okay. Tot ziens. Sorry, mag ik iets vragen? Ja, zeker. Het internet op mijn telefoon doet het niet. En ik vroeg me af of jij weet waar ik me het beste in kan schrijven voor een cursus Nederlands. Ja, hier in de buurt is denk ik niks. Maar ik weet nogal iets beters. Je kunt lid worden van Easy Dutch.
Dat is een YouTube-kanaal. Oh. En door lid te worden krijg je dan toegang tot extra materialen waarmee je Nederlands kunt verbeteren, zoals de transcripts, of je kunt lid worden van de chatgroep. En dan leer je het echte Nederlands, dus niet kunstmatige zinnetjes uit boekjes. Oh, dat klinkt super. En waar kan ik dan meer informatie over vinden? De links staan in de beschrijving van hun video's. En door lid te worden ondersteun je dus ook hun project, waardoor ze dus nog meer video's kunnen maken en met een hogere kwaliteit. Dus ik zou zeggen, ga daar even kijken. Wauw, ik ga zeker kijken. Ja. Iets kopen in de winkel. Werk je hier toevallig? Ja, ik werk hier, ja. Ik zoek schoonmaakspullen. Ja, die zijn hier achter in de winkel. Ik laat het wel even zien. Zo, nou nu zijn we bij de schoonmaakafdeling. Ja, ik zoek eigenlijk vloeibare vaatwastabletten. Nee, we hebben alleen harde vaatwastabletten. Dan houdt het op. Ja, dan moet u even kijken bij een andere winkel. Oké. Oh, trouwens, als ik nog iets mag vragen. Ja, mag, tuurlijk. Ik zoek nog kookspullen, een koekenpan. Ja, loop maar even mee. We zijn nu bij de kookafdeling. Wat zoekt u precies eigenlijk? Een koekenpan en een blender. Ja, een koekenpan kunt u meteen meenemen. De blenders die horen hier te liggen, maar die zijn blijkbaar uitverkocht. En komen die nog binnen, dat jij weet? Ja, volgens mij is de volgende levering morgen zo rond 5 uur. Dus als u morgen tegen 6 uur weer hier bent, dan kunt u ook een blender meenemen. Oké, dan neem ik dan gewoon alles mee. Dankjewel. Ja, succes. Vragen waar een pinautomaat is. Weet jij misschien waar ik ergens geld kan pinnen hier? Ja, er is een pinautomaat in dit winkelcentrum, maar wel helemaal aan de andere kant. Dan moet u ongeveer 5 minuten die kant oplopen. Maar ik weet niet precies helemaal waar het is, dus dan moet u daar ergens weer even aan iemand op vragen. Oké, dankjewel. Tot ziens. Vragen waar de toiletten zijn. Sorry meneer, weet u misschien waar de toiletten zijn? Ja, zeker. Dat is deze kant in. Dan de eerste rechts en dan vindt u het vanzelf. Oké, mooi. Dank u wel. Inchecken in een hotel. Hallo. Hi. We hebben een reservering. Heeft een reservering? Helemaal goed. Onder welke naam heeft hij? Timothy Hofte. Kijk. Yes, ik zie u staan in de lijst. Heeft u toevallig ook een paspoort of ID-bewijs mee? Ja, die hebben we. Goed. Is alleen hij of heb je er twee nodig? Alleen van de hoofdboeken heb ik nodig. Ja. Yes. Helemaal goed. U gaat 2 nachtjes bij ons verblijven? Ja, klopt. Oké, okay. Dan zie ik dat voor de rest alles in orde is in de reservering. Krijgt u van mij de kamersleutel? Ja. U heeft kamer 201, bevindt zich op de 2e etage. U kan er komen met de trap, maar we hebben ook een lift. Ja. Buiten dat is het handig om te weten dat op dag van vertrek u uitgecheckt moet hebben voor 11 uur 's ochtends. En voor de rest, hebben jullie misschien nog vragen voor me? Nee, dankjewel, alles duidelijk. Hartelijk bedankt. Helemaal goed, geen dank. Dan wens ik jullie heel fijn verblijf. Ja, bedankt. Dankjewel. Zo, dan komt ook deze video weer tot een einde. Hopelijk vond je het leuk en heb je er wat van opgestoken. Ik zou het bijna wel denken, Tim. Ja, natuurlijk hebben ze er iets van opgestoken. En vergeet niet lid te worden van Easy Dutch. Vergeet ook niet een vraagje achter te laten in de opmerkingen. Vergeet niet te liken en te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Tot de volgende keer.